Je van Aristoteles en Hegel gebruik maakt en bepaalde instituties. Ja, er zit een absolute conservatief element. Alleen, dat heeft ook wel weer een moderne vorm. Dus, of een misschien zelfs een voorbij het moderne vorm. De vraag is natuurlijk hoe je het moderne zelf gaat definiëren. Als je dat nog definieert zoals het in de jaren 60 gebeurde, dan kan ik ook heel goed zeggen, nou, dat is een beetje ouderwets. Wat vinden we daar nu van? Bent u het daarmee oneens? Ja, waarom? Of bent u het ermee eens? Hoezo? Dat soort experimenten in het denken is essentieel om in een noodsituatie, en daar zitten we in, tot creatievere oplossingen te komen dan meer van hetzelfde. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag ga ik in gesprek met Gabriel van der Brink en Ad Verbrugge. En we gaan het hebben over het belang van de filosofie en de toekomst van Nederland. Heren, welkom. Ja. Jullie zijn de oprichters, de docenten van de Filosofische School Nederland. Zeker. We kennen jullie uit allerlei andere hoedanigheden. Ik heb een aantal van jullie docenten en gastsprekers gesproken in het kader van de serie Doordenkers. Nou ja, vandaag vond het leuk om af en toe ook even de kopstukken zelf in beeld te nemen en met jullie te reflecteren op de thema's die ter tafel zijn geweest. Ja. Nou, ik noemde het al, hè, de toekomst van Nederland. Waarom moest die filosofische school er nog komen? Je hebt een aantal dingen al gehad. Je hebt een nieuwe wereld opgericht. Je hebt Beter Onderwijs Nederland, ben je al een tijd geleden mee begonnen. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Je hebt het kenniscentrum Ethos op de VU opgericht. Waarom is die filosofie in de vorm van een school waar gewoon ondernemers, topambtenaren, normale Nederlanders zeg maar, komen reflecteren op onze tijd. Waarom was die school nog nodig? Ja. Nou, laat ik beginnen met even terugblikken op mijn eigen wordingsgeschiedenis als filosoof. En in de jaren 90 zat ik diep in de boeken gedoken en was ik druk bezig met Heidegger en Aristoteles. En ik zag een wereld om me heen in de tijd van, laten we maar zeggen, de val van de muur. En daarna de versnelling van globalisering, het proces van internet. We hadden hier het paarse kabinet. En ik heb me dan altijd een beetje een vreemde eend in de bijt gevoeld in de jaren 90. Want ik dacht van, we verliezen iets uit het oog. Er gaat hier iets niet helemaal goed. Maar ja, kennelijk leeft dat op bij niemand. Dus ik zat wat geïsoleerd, maar wel overigens in een fantastische tijd mijn studie te doen. Toen kreeg ik in 97 mijn dochter, mijn oudste dochter, Elisa. En toen dacht ik, ja, je kan wel over de wereld nadenken, maar je zet wel een kind in de wereld. Dus je moet daar ook eigenlijk je verantwoordelijkheid in nemen. Hmm. En naarmate zij ouder werd, werd dat gevoel steeds sterker. Van je geeft iets door en je wil ook iets bewaren. En je ziet ook iets verloren gaan waarvan je denkt dat het belangrijk is. Hmm. En de grote ommekeer van mij was toch wel 2000, 2001. We hebben hier Paul Scheffer aan tafel gehad. Debat over de multiculturele samenleving. Het beroemde krantenartikel. 2000 was een soort omslagpunt, ook maatschappelijk. En kort daarna Fortuyn, die opkwam, 2001. Mm-hmm. En dat was ook wel het moment waarop ik heel sterk voelde, we moeten over onze fundamenten nadenken. Het gaat ook om de taal die we daarbij gebruiken, de woorden die we daarbij gebruiken, de beginselen waar we vanuit gaan. Kortom, het gaat over filosofie. Dit gaat over filosofie. Waar we nu in zitten, maatschappelijk, raakt aan echt waar de filosofie over gaat. En ik voelde er zelf ook, zoals gezegd, die verantwoordelijkheid om, gezien het feit dat je ook eigenlijk in de generationele keten staat, je hebt kinderen op de wereld gezet om toch over die wereld ook uit te spreken en daarmee de zorg voor te dragen. En daar is de Beter Onderwijs Nederland uit voortgekomen als vereniging. En ik heb me wat actief met de media bemoeid van 2005 tot en met 2015 eigenlijk. En verschillende vormen, Buitenhof, ik ben zomergast geweest, maar later Filosofisch Quintet. En dat is wel allemaal vanuit die maatschappelijke betrokkenheid om die filosofie ook in te zetten, omdat er de kwesties die spelen
de fundamenten van onze cultuur betreft. En het is zaak dat we daarover gaan nadenken. Doen we het niet, dan worden we vanzelf geconfronteerd met dat wat we uit het oog zijn verloren. En dat is wat we in mijn ogen de laatste jaren in toenemende mate meemaken. Nou, in 2013-14 is dan Centrum Ertels opgericht, vanuit diezelfde behoefte. En daarnaast de master waar Gabriel ook jaren docent was, filosofie van cultuur en bestuur. En in 2017 hebben wij ook besloten van ja, als je echt iets wil veranderen, dan moet je zorgen dat je de mensen die zoals ze tegenwoordig zijn, aan de knoppen zitten, maar dat is het al helemaal een foute benaming. Maar wel degene die een bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, of dat nou het bedrijfsleven is, het bankwezen of bij de overheid. Dat je die betrekt eigenlijk bij die reflectie. En niet omdat wij alles zelf beter weten, maar wel omdat we vanuit die fundamenten kunnen nadenken. En omdat je dat gesprek onderling moet voeren. En dat is wat we bij de filosofische school doen. Dus we halen mensen uit allerlei hoek en gaat van de overheid, maar ook in het bedrijfsleven daarbuiten. En die zitten een jaar lang in de vorm van vier retraites, zoals een meerdaagse, eigenlijk met elkaar de tijd doorbrengen. En mede door ons eigenlijk aan het denken worden gezet. Gevoed door de filosofische traditie en de meer integrale, interdisciplinaire, ook wetenschappelijke benaderingen. Vanuit die actuele vragen die er spelen. Of dat nou het gaat over de financiële crisis en het bankwezen, de toekomst van Europa, migratie. Problematiek, de onbestuurbaarheid van Nederland, de opkomst van populisme. Het zijn allemaal kwesties die raken aan onze fundamenten. En waar moet je dus ook fundamenteel over nadenken. Ja, mooi. Dus eigenlijk vanuit het lezen van wat belegen filosofen is uiteindelijk een soort bijna verzetspositie ontstaan, hè, ten opzichte van het huidige tijdsgevricht. Nou ja, verzet. Bepaalde dingen zitten niet lekker en die knagen en die... De nood leert denken, zegt Hegel. De nood leert ons bidden, zegt hij. Maar daar gaat ons niets aan. Het leert ons ook denken. En dat is zo. En ik voelde die nood al jong. Dat heeft met modernisering te maken. En met secularisering te maken. Maar ook met de grote veranderingen die we dus doormaken als land en als Westen. Mm-hmm. En dat heeft mij al vroeg bij de filosofie gebracht. En dan zie je dat... Ja, dat zijn geen alleen maar academische kwesties uit de boeken, maar dat voltrekt zich in de buurten en steden om je heen. En bij de mensen die worstelen, die soms dan met geestelijke vragen en ook soms daaraan onderdoor gaan. Maar ook te maken krijgen met allerlei veranderingen. Of dat nou de verandering in hun buurt betreft, binnen hun onderwijsinstelling, binnen hun zorginstelling. Overal, op alle terreinen is heel veel aan het schuiven. En hebben wij nog alles uit het oog verloren wat van waarde is en wat dus eigenlijk ook beter verzorgd en beschermd dient te worden of veranderd dient te worden opdat het sterker kan zijn om de verandering het hoofd te bieden. En nogmaals, op het moment dat je kinderen krijgt, speelt die, denk ik, die overdracht, die traditie. Van wat geef je mee, wat wil je bewaren, die speelt veel meer. Dus ik heb dat in de loop van de jaren 90 werd die urgentie gewoon voor mij veel sterker. Bijna vanuit mijn vaderschap. Ja. Mooi. Toch even, Gabriel, ook jou, voordat we deze thema's meer inhoudelijk hebben, we zitten eigenlijk ook al bij de inhoud. Maar jouw werdegang is toch wel een iets andere dan die van Ad? Zeker. Daar zie je het op tafel. Ja, absoluut. Ik kom van de andere kant, zal ik maar zeggen. Ja, jij bent een oude Marxist. Zeker. Typisch een boemer. Maar je komt elkaar toch tegen, dat is interessant. Ik kom, toen ik filosofie ging studeren in Nijmegen, onder andere bij Hollak, toen was ik Marxist geworden. Omdat iedereen Marxist werd. Maar ik was het ook echt vanuit overtuiging. Hè? En ik kon ook heel goed al die Marx citeren, zo. Ik gaf daar ook scholing in. Dat zat echt helemaal van binnen. Mm-hmm. En dat betekent ook dat ik ten opzichte van de samenleving heel kritisch was, maar in de zin dat ik niet alleen voor modernisering was. Ik wilde dat nog veel meer dan de gematigde modernisten. Ik wilde gewoon revolutie, socialisme en andere klasseloze maatschappij, daar was ik allemaal voor.
Dus ik was wel heel erg modern gericht. En ik was ook een tijdje ook wel bezig met de postmoderne filosofen. Parijs en dergelijke. Maar daar kreeg ik toch al heel gauw een vervelend gevoel van. Want ja, allemaal slimme lui hoor, daar gaat het niet om. Maar het was helemaal losgezongen van de werkelijkheid, vond ik. En toen heb ik een draai gemaakt. Maar een heel belangrijk punt wat Ad ook noemt. In 86 werd ik ook vader. En dat heeft ook in mijn leven. Dat is eigenlijk de grootste verandering in mijn leven. Toch? Omdat je dan inderdaad als linkse student kun je van alles roepen, als postmodernist natuurlijk ook, als filosoof ook. Maar als je vader wordt of überhaupt verantwoordelijkheden krijgt in het echte leven, dat doet wel iets met je. En dat heeft mij enorm aan het denken gezet. Nou zat het al een beetje in die tijd, want eind jaren 80 was wat mij betreft ook wel die hele, was het spel van de postmodernisten vrij doorzichtig geworden. Dus ik was al op weg naar iets anders. Nou goed. Nou voert het een beetje te ver om dat helemaal uit te tekenen hier. Maar ik heb me een tijd lang met allerlei empirisch onderzoek bezig gehouden. Historisch onderzoek. Maar het is wel zo dat toen ik eenmaal hoogleraar was in Tilburg. Ik intussen, en door natuurlijk mijn eigen levenservaring. Maar ook door wat ik zag gebeuren in de samenleving. Heel erg kritisch geworden was. Omdat ik ambivalent in eerste ten opzichte van überhaupt die modernisering. En toch in toenemende mate kritisch. En als hoogleraar maatschappelijk bestuurskunde bestudeerde ik ook steeds, allerlei onderzoek gedaan van niet hoe die bestuurders allemaal opereren, dat deden anderen. Maar wat nou de samenleving of wat mensen, concrete mensen daar nu van vinden, nou die waren helemaal niet zo enthousiast over die modernisering. Dat was toen al duidelijk. Maar ja, dat dringt niet door tot de wetenschap niet, want die is allemaal voor. Niet tot het bestuur, want die is allemaal voor. Niet tot het bedrijf, want die is allemaal voor. Dat moderniseert lekker door. Maar de weerstand begon zich altijd af te tekenen. En in de buitenwereld en in mijzelf. En dat is toen ik eenmaal gepensioneerd was. En toen ook altijd leren kennen. En het Centrum Ethos van de grond was getild. Toen kon ik daar gaan werken. Heel erg fijn. En toen is die agenda eigenlijk nog wat opgeschoven. En daar kom je dan elkaar ook tegen. Dat hoewel ik dus van de linkerkant kwam. En trouwens nog steeds bepaalde sentimenten heb. Die ik links zou noemen. Daar schaam ik me helemaal niet voor. Maar in het denken over de modernisering en de moderne samenleving ben ik wel grondig veranderd. En sindsdien, dus de afgelopen 10 jaar, heb ik mij enorm geconcentreerd op het tegendeel daarvan. Laten we zeggen het archaïsche. Dus datgene wat zich onttrekt aan die moderniteit. En niet alleen omdat het in het verre verleden speelt, want dat is ook zo, maar ook omdat het nu speelt. We hebben nog altijd een lichaam. Dat lichaam is niet modern. Dat is heel oud. Miljoenen jaren oud en dat reageert op het. En dan kun je dat wel willen moderniseren. Ja, er is iets in het lichaam wat zich verzet. Dat interesseert mij. En het vaderschap is daar ook een voorbeeld van. Het moederschap trouwens ook. En nog wat dingen. En ik heb het vermoeden, dan sluit ik af, dat veel van die verzetsvormen die je tegenwoordig toch wel heel vaak ziet, ook het Malieveld elke week mee vol staat, zal ik maar zeggen, althans een tijd geleden, dat veel van die verzetsvormen daarmee te maken hebben. Dat namelijk dat niet alles in die moderne mal past. Hoewel er bedrijven en overheden en academici zijn die dat heel erg graag zouden willen. Maar het gaat niet. En daar wordt het filosofisch interessant. Want dan is de vraag, wat is dan je mensbeeld? Hoe maakbaar is dat dan? Wat zit daar voor verzet in? En wat is dan ook de betekenis van? Je hoeft echt niet met alles mee te gaan natuurlijk. Maar kun je erover nadenken? En de filosofische school, dat moet ik nog even zeggen, vind ik persoonlijk zo interessant. Omdat je daar in gesprek bent met mensen met macht. Veel, weinig, maar in ieder geval mensen met een verantwoordelijke positie. En het is wat mij betreft van enorm moreel belang dat ze daarover nadenken. Dat ze dus, wij gaan niet zeggen wat ze moeten doen, kunnen wij ook niet. Dat is echt vaak moeilijk genoeg. Maar nadenken over wat dat moderne leven is, wat het met je doet, wat zij ermee doen. Dat zou wel een slagje beter kunnen dan we in Nederland gewend zijn. En daar dragen wij hen bij. Mm-hmm. Ja. Ja. Mooi, nou durf ik jullie niet allebei te vragen over wat is dan precies jullie analyse van wat er nu gebeurt. Want ten eerste is het daar al vaak genoeg over gegaan. En je hebt met Jelle bijvoorbeeld een mooie video opgenomen naar aanleiding van de winst van Geert Wilders. Die erg goed ontvangen werd en ook veel bekeken. Dat mensen denken, ja, nou heeft iemand een tijd nagedacht. En die zet dan even een duiding neer van wat daar gebeurt in zo'n verkiezingen. Terwijl in de kranten nog de verwondering van de burelen druipt, zullen we maar zeggen. Nou, Ad, je hebt de verkiezingsavond zelf hebben wij samen aan tafel gezeten, onder andere. En dat
had besproken. Dus jullie duiding van wat er aan de hand is, daar kunnen mensen elders naar verwijzen. Wat mij opviel in het spreken van een aantal van jullie gastdocenten en sprekers. En ook omdat het in die leergang zelf natuurlijk heel concreet moet worden, is dat de manier waarop zij natuurlijk kijken naar wat er moet gebeuren. Ik heb met Lokke Morel bijvoorbeeld over AI gesproken. En zij is topjuriste. Ja. Global ICT Law is ook hoogleraar in, maar ze adviseert ook daadwerkelijk in Silicon Valley. Heeft ook echt praktijkervaring. Ja, die heeft een heel ander beeld van wat er nu moet gebeuren dan een Henk Oosterling, die een heel vanuit het lijf ontwikkelde notie van verzet eigenlijk ontwikkelt. Verzet als een vorm van vrijheid. Dus je hebt eigenlijk in die en Sybe Schaap zit eigenlijk veel meer op de lijn van vanuit de praktijk op een andere manier de bestuur vormgeven en terug naar meer meer autocratie resistente vormen van representatie, als ik het maar even zo heel kort samenvat. Ik denk dat Sybe zich in die samenvatting wel zou kunnen vinden. En dus ik ben eigenlijk heel veel smaken en kleuren tegengekomen en ik was heel erg benieuwd hoe jullie de mogelijkheid om iets nieuws neer te zetten denken, omdat jullie allebei juist zo ook bezig zijn. Jij schrijft een boek, De Actualiteit van het Archaïsche. Nou, over Ad weten we, hè, dat jij, dat zei je net ook, hè, het behoud van bepaalde vormen, het behoud van een zekere taal en een traditie, dat je daar aan hecht. Hoe moet ik die verhouding denken tussen die verschillende oplossingen en jullie eigen denken? En dan zitten er zo mensen voor je die concreet willen weten waar moet het naartoe. Dus ik ben benieuwd hoe jullie de gang naar de toekomst denken. Ja. Dus, hè, minder de analyse van wat is er nu aan de hand. Dat kunnen jullie heel goed. Maar vandaag eens even horen, waar moeten we naartoe? Nou, misschien toch eerst ook wat ons programma betreft. Hè. Het is niet zo dat we met één leer komen. Hè. Een soort old public management. In plaats van nieuw public management. En dat kun je dit gewoon toepassen. En dan komt alles weer voor elkaar. Dat is duidelijk niet de bedoeling. De inzet is ook echt, zoals we zeggen, het verrijken van de ervaring, het verruimen van de blik. Dus je wil dat mensen gewoon meer gaan zien. En meer in staat zijn om de verschillende zaken die zich maatschappelijk voordoen, en die zich misschien binnen hun eigen organisatie of hun eigen bedrijf voordoen. En wanneer ze met jongeren te maken hebben of de manier waarop op dit moment sociale media fungeren in het publieke domein en noem allemaal op. Omdat ergens. In hunzelf, als ze vader worden, bijvoorbeeld. Absoluut. Om dat onder woorden te kunnen brengen. Dus het is een verrijking ook van de taal. Zodat je ook meer dingen gaat zien. Zodra je op een andere manier erover spreekt en op een rijkere manier erover spreekt, kun je het ook wat meer gaan ervaren en gaan herkennen en onderkennen. Mm-hmm. Dus dat is één onderdeel. Dus gewoon een soort meer een oriëntatie die je biedt, zodat je bij bepaalde vraagstukken, of die nu van strategische aard, iets minder van tactische aard, dus van strategisch, van nou, waar moeten we rekening mee houden, waar gaan we naartoe, dat je meer zaken in gedachten hebt. Indachtig bent. Dat is dus, en van daaruit ook wellicht meer kan zien en ook beslissingen op een andere manier neemt. Hè. Dus ik heb toen een menige, ook met topambtenaar gesproken, die zei van ik merk nu al dat we toch op een andere manier, dat ik eigenlijk nadenk over een kwestie en beter door kan pakken of beter kan verwoorden waarom ik die kant op wil. Nou, dat geldt ook voor mensen in andere sectoren. Nou, dat is een deel van de inzet. Zonder dat betekent van, we gaan nu één doctrine uitrollen. Mm-hmm. Vraag je naar onze, of naar mijn positie. Kijk, ik denk niet dat ik eenduidig als conservatief kan worden gekenschetst. Dat gebeurt nogal eens, omdat je van Aristoteles en Hegel gebruik maakt en bepaalde instituties. Ja, er zit een absolute conservatief element. Alleen, dat heeft ook wel weer een moderne vorm. Dus of een misschien zelfs een voorbij het moderne vorm. Dus de vraag is natuurlijk,
hoe je het moderne zelf gaat definiëren. Als je dat nog definieert zoals het in de jaren 60 gebeurde, dan kan ik ook heel goed zeggen, nou, dat is een beetje ouderwets. Hè? Kijk eens naar wat daar daarna niet alleen cultureel is gebeurd, en wat je maar ook wat er bijvoorbeeld deels ook in wetenschappelijke en filosofische analyses eigenlijk naar boven is gekomen. Dus het is niet zo dat waar we nu zitten, denk ik, ook in de westerse geschiedenis, dat de volgende bevrijdingsstap, zoals je die bijvoorbeeld bij woke ziet, echt een stap vooruit is. Dat kan ook wel eens een stap terug zijn, waarin bepaalde ervaringen, zowel maatschappelijk als anderszins, eigenlijk onvoldoende zijn meegenomen. En dan is soms kan dus één stap terug ook juist de stap vooruit zijn. Dus ik zie het niet in die zin van terug naar vroeger. Dat is de, en ik denk dat bijvoorbeeld, en dan wijk ik ook weer af van bijvoorbeeld iemand als Henk Oosterling, die ook bij ons een plek heeft. Maar ik denk dat als je kijkt naar de leergang als geheel, voor ons bijvoorbeeld de plek, de plaats van een overheid, en toch ook de zin van hiërarchie, dat veel leer ook een thema is, dan dat je zegt, oh, die tijd is voorbij. Wacht even, is dat echt wel voorbij? Of zou het kunnen dat bijvoorbeeld allerlei gezagsverhoudingen zijn aangevallen en dat we daarom nu steeds meer met machtsverhoudingen te maken krijgen? En wat betekent dat eigenlijk, een gezagsverhouding bijvoorbeeld? Dus het is een... En hoe kun je daar op allerlei manieren binnen organisaties, of het nou het onderwijs is, of bedrijfsleven of de overheid zelf, op een hele productieve manier gebruik van maken van dat soort inzichten. Ja, nou, dan probeer ik het toch ook nog even aan de andere kant van de tafel. Want dit is voor een deel toch een mooie, hè, daar niet van. Maar het is toch ook weer een duiding van de situatie waar we eigenlijk in zitten. Hè. Dus jij zegt echt, de toekomst kan ook een stap terug zijn, in de zin dat je bepaalde vormen of bepaalde verhoudingen toch weer op een bepaalde manier onderhoudt, die anders misschien aan het wegspoelen zijn. Is dat ook hoe jij, want je begon al net dat moderniseringsoptimisme van de jaren 60 en 70 waar jij in opgegroeid bent, en dat je daar anders naar bent gaan kijken. Ik ga jouw uitdaging van kun je zo de toekomst zeggen toch even aannemen. Ja. Ik heb ook die omweg over het verleden gemaakt. Hè? Dat wil zeggen, ik maak hem nog steeds. Ik heb, kun je ook modern noemen, ik verdiep mij zeer grondig in alle empirische wetenschap. Neem ik allemaal heel serieus. Als het serieuze kennis is, dan heb je daarmee, daar ben ik enorm voor. En ik probeer dat filosofisch te verwerken. Maar ik gebruik dat om wel degelijk, niet een leerwoord, maar wel een mensbeeld te ontwikkelen wat rijker is dan we nu hebben. En dat lijkt mij voor de wereld van vandaag heel erg wenselijk. En ik zal het aan twee voorbeelden toelichten. Dan snap je ook waar ik dan op uitkom. Op grond van die studies en op grond van mijn filosofische doordenking daarvan. Mm-hmm. In binnenland, zal ik maar zeggen, in Nederland, hè, als je kijkt hoe moderne mensen, bestuurders, bedrijven tegen de mens aankijken, dan is dat toch wel heel erg vaak via het beeld van de homo economicus. Hè. Niet iedereen komt daarvoor uit, maar in feite denkt men zo. Men denkt in termen van belangen, men denkt in termen van rationaliteit, men denkt in termen van individuen die allemaal bezig zijn met hun belangen. Zo is niet alleen het denken ingericht, zo is het beleid ingericht, zo zijn markten ingericht, zo is alles ingericht. The self-interested rational animal. Ja. Ja. Dat is dus een filosofie die heel erg werkzaam is. En dat is ook een uitgesproken moderne filosofie. Nou is dus de grote vraag. Ik denk dat ook veel ondernemers overigens zo naar hun klanten kijken, inderdaad. Dus het is niet alleen die overheid, maar het is denk alle... Nee, maar dat gaan we direct bespreken. Eerst eventjes het algemeen. Hè? Dus er zijn ondernemers in soorten en maten, maar de dynamiek van de markt zit toch wel sterk hierop. En nou is dus de vraag, wat doet dat met het mens zijn? Mm-hmm. En kun je de ervaringen van het mens zijn daar ook in kwijt? Nou zei ik net, ik ben heel links geworden als student, dat klopt. Maar daarvoor was ik katholiek, dat wil zeggen gewoon katholiek opgevoed. Dus ik heb ook wel iets met rituelen. Nou, wat is nou de functionaliteit of het nut van rituelen in dat moderne mensbeeld gezegd hebben, homo economicus? Nou, nul natuurlijk.
Zo'n rituelen, dat kost alleen maar iets, meneer. Ja, oké. Okay. Maar in het echte leven zijn ze heel belangrijk. Ook als ze iets kosten. Of juist misschien als ze iets kosten. Want ja. Je moet iets opofferen. Bijvoorbeeld een lelijk gebouw dat je ook mooi zou kunnen maken. Nee. Dat kost je. Je krijgt nergens een ziekte en je gaat dood. En je denkt, wat dan? He, of je krijgt een kind. En dus het gaat even niet over dingen. Het gaat over jezelf. Het gebeurt iets in het leven wat erin hakt. En dan? De orde wordt verstoord. Je weet niet meer hoe het verder moet. Wat dan? Nou, dan zijn rituelen van belang. En is er nou in het moderne denken plaats? Nou, nee meneer, die rituelen is allemaal van vroeger weg ermee. Dus daar hebben we een interessante kwestie van. Hoe balanceer je nou? Hoe kun je het mensbeeld nou zo verrijken dat we toch ook voor deze ervaringen plaats en respect kunnen organiseren? En dat er niet alleen maar de rationaliteit... Ik ben natuurlijk voor rationaliteit, dat spreekt terug. Trouwens, ik ken mijn eigen belang ook heel goed. Daar gaat het niet om. Maar dat is niet het enige. Dus dat is een voorbeeld van een wat mij betreft noodzakelijke uitbreiding en herbalancering van het mensbeeld in onszelf, in de westerse wereld. Tweede voorbeeld. Ja, het is oorlog in de wereld, hè? Op allerlei manieren. Maar nou heeft Huntington, die heeft dus toch een interessante kwestie aan de orde gesteld, het botsing van de beschavingen. Ja, het Westen heeft het even niet makkelijk. Hoe ga je nou de waarden die ons dierbaar zijn verdedigen ten opzichte van de kritiek van China of van Afrika of van India of desnoods van Rusland? Dan kun je natuurlijk zeggen, zij hebben er niks van begrepen. Het komt allemaal onze kant op. Ja, dat was misschien na de val van de muur even de gedachte. Maar zo is de werkelijkheid natuurlijk niet. Het is anders. En hoe kun je ook op dat vlak weer een zekere verrijking van je denken over de mens tot stand brengen, zodat je niet alleen maar mensenrechten op onze manier propageert, maar ook oog hebt voor andere dingen die in die cultuur van belang zijn. En kan dat gesprek misschien ooit tot stand komen? Nou, dat is half utopisch. Maar nu even over de toekomst, want daar vroeg jij naar. Wat is nou op de toekomst gerichte, in welke richting gaat dat denken dan? Hè? In mijn geval, ik spreek voor mezelf. In beide gevallen, zowel intern, mensbeeld dat we hier in het Westen hebben, als in de uitwisseling met andere culturen, zou ik zeggen dat we moeten nadenken over een mensbeeld waarin de wederkerigheid in de meest ruime zin van het woord centraal staat. Dat is niet alleen jij en ik geven, hè? Heel belangrijk thema. Maar is ook onze uitwisseling met de natuur. Is ook onze uitwisseling met de symbolische orde. Met goden of met grootheden. Dat is ook zelfs de wederkerigheid die kan ontstaan tussen een prachtig muziekstuk en mij. Dus die uitwisseling op basis van wederkerigheid, dat zou wat mij betreft de richting kunnen zijn waarin we gaan denken. Nou, dat is alleen maar een houtskoolschets van... Stel dat we die richting... En dan zou ik wel graag weer het gesprek aangaan met ambtenaren, met ondernemers, met activisten in het milieu, met vaders, moeders en nog zowat. Zeggen we, kunnen we daar iets mee? Kunnen we dat nu uittesten? Ik bedoel, los van hoe je het implementeert, vind ik nog helemaal niet... Wat vinden we daar nu van? Bent u het daarmee oneens? Zo ja, waarom? Of bent u het ermee eens? Hoezo? Dat soort experimenten in het denken is essentieel om in een noodsituatie... En daar zitten we in, tot creatievere oplossingen te komen dan meer van hetzelfde. Meer van hetzelfde gaat ons niet uit deze crisis halen. Nou, laten we dat maar even doen dan. Wat moeten we verstaan onder die wederkerigheid? Hoe kunnen we daar bijvoorbeeld in de relatie met de clash met een andere cultuur, zoals Huntington dat noemde. Hoe lost wederkerigheid daarin de problemen op? Nou, begin je aan de grootste kant. Je moet aan de kleinste kant beginnen. Okay. Hoe doe jij en ik dat? Kleine methodologische correctie. Ja, ja, we zitten aan tafel. We proberen om beurten te praten. Vind ik altijd moeilijk. Nou, gaat vandaag best goed eigenlijk. Nee, ja, maar het is een kwestie van oefenen. Hè? Maar je probeert het. Hè? Dus je hebt iets en je bent het misschien niet over eens. En je probeert om beurten te praten. Dus we zeggen, de een zegt iets, de ander zegt iets. En behalve dat je iets zegt over en weer, probeer je ook, zo goed als gaat, elkaars argumenten te wegen. En daarop in te gaan. Je probeert daarop in te gaan. Nou, daar kom je er misschien niet uit. Maar dat is een elementaire vorm van wederkerigheid. Dialoog. Nou, Socrates wist het al. Daar ontstaat waarheid. Die heb jij niet, die heb ik niet. Die waarheid ontstaat in die uitwisseling. Als het goed is. Of althans, daar kun je naar zoeken. En dat is heel klein. Maar toevallig werd ik vanmorgen opgebeld door een journalist van het AD. En die had het over mondigheid. Mondigheid is moeilijker. En waarom dat er zoveel ruzie is in de samenleving. Ja, dat heeft hier wel mee te maken. Of we dat nog kunnen.
Ja, dat is misschien tegelijkertijd een mooie aanvulling op. Ik heb met Govert Buijs en Jelle van Baardewijk dat boek Het Goede Leven en de Vrije Markt geschreven, een aantal jaren geleden. Mm-hmm. En Gabriel heeft trouwens ook een boek over het neoliberalisme het licht doen zien. Hè? Dus dat is ook een interessegebied dat we delen. Maar in Het Goede Leven de Vrije Markt ging het over dat we modernisering heeft zichzelf ook wel uitgelegd als een proces van bevrijding. Dus als eigenlijk een liberalisering of een emancipatie. De ene is rechts, de ander is links. Dat zijn twee verschillende woorden. Dus de emancipatie zijde is aan de linkerzijde, de liberalisering zijde is aan de rechterzijde. Maar vrijheid en het vergroten van die vrijheid is een heel belangrijke notie geweest. En daar komt natuurlijk uiteindelijk vanzelf de filosofische vraag: wat is vrijheid? En daar doelde ik eigenlijk zo even ook al op. Hè? En wij hebben een vrijheidsopvatting ontwikkeld. Waarin dat vrijheid heel sterk aan het individu wordt gekoppeld. Aan de autonomie van het individu. Sterker nog, eigenlijk in het gevoelsleven wordt geplaatst. Hè? Dus het idee van de expressiviteit. Hè? Dus de mondigheid in de jaren 60. Hè? Zoals Gabriel het vroeger wel over het assertieve individu had. Dat is nog volop hoor. Hè? Dat is niet van vroeger. Nee, maar die notie gebruikte jij al vele jaren geleden. Ja, dus die assertiviteit die je ziet. En dat is dan ook, zo vatten we die vrijheid op. Nou, het interessante is natuurlijk dat je eigenlijk al heel vroeg ziet dat daar ook kritiek op is geleverd. Hè. Hegel heeft het over de atomisering van het vrijheidsidee in de verlichting. De mens als eigenlijk als atoom op zichzelf geplaatst. En hij plaatst daar bijvoorbeeld de hele notie van de anerkenning tegenover. Hè, de menselijke erkenning. Erkenning als verdubbeling van het zelfbewustzijn. En dan hebben we het al over 1806, 1807, als zijn begrip van de geest. Het ich, das wir und das wir, das ich ist. Dus het ik, dat wij, het wij, dat ik is. Dus niet die oppositie van ja, je hebt gemeenschap en dan heb je het individu. Nee, voor Hegel is dat onafscheidelijk. Hè? Je kunt die individuele vrijheid alleen maar ontwikkelen binnen zoiets als gemeenschap. En daar heb je een cultuur voor nodig. Dus dat denken van die self-interested rational animal, hij komt eigenlijk uit die 17e, 18e eeuw. Self-system bij Hobbes, dat is eigenlijk een oude notie. En die lange tijd, zo door het denken heen, zijn sporen heeft getrokken. En steeds meer ook als denkbeeld, als ideaal denkbeeld, eigenlijk allerlei zeden en gewoonten, gebruiken, instituties heeft veranderd. Zoals je dat eigenlijk in de 18e eeuw op een hele heftige manier al tegenkomt in de Franse Revolutie. Nou, we weten allemaal waar die in is uitgemond. En dan zie je daarna ook weer de restauratie. Hè? Maar ja, daarmee zijn we er niet vanaf. Mm-hmm. Hè? En dit is niet een pleidooi van, oh, dan moeten we dus terug naar voor de Franse Revolutie. Nee, dat zou Hegel trouwens ook niet beweren. Even voor de duidelijkheid. Maar wel om op een fundamentele manier over onze vrijheid na te denken. Hè? We hebben het zo hoog in het verhandel. Hè? We hebben over de Partij voor de Vrijheid. Oké, de vraag is, wat betekent vrijheid? Nou, mag ik dan één voorbeeld noemen. Is dat vrijheid etymologisch samenhangt met ons woord vriend. En met het werkwoord vrijen. En dat hangt samen met het Indo-Europese Phrygia. Dat is de liefdevolle zorg voor. Dus een meisje vrijen was zowel eigenlijk een verbintenis. Waarin zij werd losgemaakt uit de oude familieverband. En eigenlijk een nieuw verband ging vormen. Nou, daar kom je op een hele andere notie die ook al veel meer op die erkenningsverhouding lijkt. Dan moet je eens kijken hoeveel mensen op dit moment allemaal met erkenningsvragen worstelen. Minderheden die willen worden erkend, allerlei groepen die worden erkend, seksuele voorkeuren die moeten worden erkend. Erkenning is een hartstikke levendig fenomeen. De vraag is dan, wat is erkenning? Kijk, en dan kun je dus terug via die filosofische sporen naar noties die eigenlijk super actueel zijn. En dan gaat het dus niet over iets, oh jij wil terug naar vroeger. Nee, we worstelen nu met allerlei vraagstukken die te maken hebben met een onduidelijkheid. Over bijvoorbeeld als iets elementairs als vrijheid. Als een kernwaarde van onze beschaving die we in willen brengen
tegen culturen en landen waarvan we zeggen dat ze eigenlijk haak staan, hè, op onze beschouwing. De vraag is dan, oké, maar wat ben je dan zelf? En daar is dus op dit moment ook verwarring over, volop maatschappelijk. Sterker nog, daar worden halve veldslagen over gevoerd. En we hebben een leergang filosofie, wijsheid in tijden van opstandigheid. Dat hangt hier helemaal mee samen. Een verzet wat dus ook echt virulente vormen aanneemt. Waarmee mensen dus ook van een vrijheidsconcept uitgaan. Zeggen, niks de abstracte filosofie. Nee, dat is de concrete praktijk. Denkbeelden waarvan mensen nu in de ban zijn. En dan afsluitend, dus met collega Govert Buijs, die overigens ook in de leergang, en Jelle van Baardenwijk, die daar ook een rol in vervullen, hebben we toen gezegd, ja, we moeten eigenlijk dat moderne vrijheidsbegrip moeten we in zijn dimensionaliteit zien, die verschillende dimensies die daar een rol bij spelen. Mm. En daar zitten we, Gabriel en ik, ook sterk op één lijn, waarbij je ook vraagt, hoe verhoudt vrijheid zich tot natuur? Hoe verhoudt vrijheid zich tot lichaam? Hoe verhoudt vrijheid zich tot de medemens, relationaliteit? Hoe verhoudt vrijheid zich tot instituties? Of is het, ja, scheid eraan, ik doe wat ik zin in heb, want ik ben vrij. Mm. Ja, en uiteindelijk ook de grote zinvraag. En dan heb je dus vijf dimensies, waarbij je zegt, van ja, en als je daar dus gewoon maar aan voorbij gaat en zegt, we zijn een homo economicus, dan krijg je dus dat al die dimensies die fundamenteel zijn voor menselijk leven en voor menselijk samenleven, dat die eigenlijk allemaal worden uitgewoond of uitgehold. En dat is wat we nu, ik heb dat boek De Gezagscrisis geschreven, dat gaat ook over ook een thema wat bij Gabriel speelt, de leegtes die zich op ook politiek en maatschappelijk manifesteren op allerlei terreinen. Nou, en ik denk dat die ervaring van leegte, van ook een moreel discours dat leeg is geraakt, eigenlijk tot moralisme is verworden, dat ook in het bedrijfsleven volop aan de hand is. En bij de overheid zonder meer, dat hebben we gezien. En dat heeft allemaal te maken met dat we opnieuw moeten nadenken over de fundamenten van zoiets als een gemeenschap, als een politieke gemeenschap, als een samenleving. Wat betekent dat voor onze verhouding tot de natuur, tot ons lichaam, tot medemensen? En uiteindelijk ook inderdaad de vraag naar, en dat is ook die wederkerigheid. En dan zou je ook die oorspronkelijke betekenis van vrijheid in de zin van liefdevolle zorg voor, is dat wij ergens moeten zorgen voor het lichaam, moeten zorgen voor de natuur, moeten zorgen voor instituties en anderen. En we hebben een vorm van zorgeloosheid gecreëerd. En mijn proefschrift heeft de verwaarlozing van het zijnde. Een soort dus uit 99, maar een soort van zorgeloosheid die zich op ons wreekt. Mooie uiteenzetting, Ad. Klopt het wat Ad zegt? Dat jij inderdaad die wederkerigheid ook vanuit dit schema en de vraag naar de actualiteit van een actuele vorm van vrijheid denkt? Dat kan zonder meer en past dat in elkaar. Want die vijf dimensies die Ad somt, die kun je allemaal uitleggen in termen van wederkerigheid. Die is natuurlijk niet identiek. Mm. Maar het speelt heel breed. En ik wil er ook niet iets plats van maken. Want kijk, je kunt het ook heel contractueel invullen. Hè? Dus de moderne zeggen, weet je wat, ik betaal een prijs, geef mij dat spulletje maar, we zien elkaar nooit meer. Ja, helemaal technisch genomen is dat ook wederkerigheid. Maar, nou wordt het even interessant, je hebt drie figuren. Zal ik maar zeggen, je hebt de handelaar, de held en de heilige. De handelaar, die heeft een hele korte termijn van wederkerigheid. Ze zeggen, ja, geven en nemen, klaar, contract, afgelopen. Volgend jaar nieuwe kansen. He, en dat speelt nu dus ook bijvoorbeeld in de politiek. Dat is een soort transactionele opvatting van zaken doen. Oké, nou dat bestaat. Hè. Op zich is dat niet slecht. Maar als dat alles is, dan kom je tijd tekort. Want, even naar het andere extreme, wat doet nou de heilige? De heilige, dus het is altijd een balans van geven en nemen. Hè? Bedrijven zijn goed in nemen. Hè? De heilige is goed in geven. Die geeft eigenlijk alles weg. Die geeft alleen maar in de gedachte dat er ooit, ja ooit, ergens, op een of andere manier, weet niet hoe, toch iets terug zal komen. Een soort hel, weet ik wat, wedergeboorte, de hemel. Maar in ieder geval, je hebt het niet concreet. Dus je weet het niet en toch geef je.
Nou zijn wij natuurlijk geen heiligen, hè? Dat is evident. Dat is maar 1-2% van de bevolking. Maar, even als extreme. Spreek voor jezelf. Nee, ik ben geen heilige, helemaal niet. Ik ben een uitgewogen jongen die mijn eigen belang en het belang van anderen in balans probeert te houden. Maar niet alleen maar mijn eigen belang. Hè? Dus daar pleit ik ook voor. Je moet gezond verstand hebben. Mensen die zichzelf opofferen, dat vind ik in het algemeen al een beetje verdacht. En al helemaal in de moderne wereld. En je hebt de publieke zelfreflectie heb je tot een kunst verheven, weet ik uit jouw kersttoespraken. Dus dat, dit kan niet. Dat was een klein toespraakje hier in de kelder. Dat kun je niet publiek noemen. Maar ik heb er geen probleem mee om uit te leggen hoe ik leef. Precies. Ja. Maar nu eventjes, daar zit van alles tussenin natuurlijk. Hè? Mm. En dat is ook de held, een interessante figuur, de held. Want die moet ook iets opofferen, risico's nemen en iets weggeven. Hè? En je krijgt ook iets terug, erkenning, roem, soms ook status. Maar de vraag is eventjes, hoe spelen we dit spel? En daar vind ik die termijn toch wel heel belangrijk voor. Want we zijn die termijn steeds korter gaan maken. In de tijd dat inderdaad ik jong was en mensen nog geloofden, kon je zeggen, dat is oneindig ver weg. Want we weten niet wanneer het hiernamaals komt, de hemel, oneindig ver weg. Nou, daar geloven we veel mensen niet meer in. Of ja, ze geloven aan de hemel, maar ze hebben geen plan van hoe je daar komt. Maar het moet in dit leven gebeuren. Sterker nog, het moet de komende 10 jaar gebeuren. Weet je wat? Het moet de komende electorale periode, nee, het moet het komende kwartaal gebeuren, want dan hebben we weer de kwartaalcijfers in het bedrijf. Dus we zijn opgeschoven, het steeds korter. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Want dat geven, het gratis wat daarin zit, en dat is natuurlijk heel ouderwets en niet zo verstandig in termen van handel. Maar het geven heeft in het leven een enorm belangrijke essentiële functie. En als je het over zorgen hebt, wat al terecht als een heel centraal thema, trouwens wat natuurlijk ook aan het vaderschap zit. Voor iets zorgen is in principe niet berekenend. Laten we heel eerlijk, heel veel mensen doen dat. Hè? Het is niet zo dat in de wereld verdwenen is. Dat doen miljoenen mensen. In de gezondheidszorg, vaders en moeders, mantelzorg, trouwens ook nog in het vrijwilligerswerk. Er zijn miljoenen mensen die zorgen. Maar, en daar komt mijn punt wat ik al 30 jaar over klaag, wordt dat nu ook publiekelijk erkend? Heeft dat nu ook een plaats in het beleid? Zijn bestuurders en politici en ondernemers zich bewust van het gewicht van die taak in het leven? Antwoord is nee. Dat wordt allemaal uitgedacht. En daar clasht dus iets wat in het leven enorm belangrijk is, met hoe het is ingericht in de samenleving. En als je nou voor zegt, de toekomst van Nederland, nou ja, niet dat we precies weten hoe dat eruit ziet, maar het zou geen kwaad kunnen als al die mensen die op een serieuze manier voor dingen zorgen, of het nou hun kinderen is, of ook voor de publieke zaken, daar kun je ook voor zorgen, of voor het milieu kun je zorgen, of voor dieren, dat die zorgzaamheid wordt erkend, ook als ze niet effectief is. Nou, is heel belangrijk. Want als je gaat denken, ik zorg daarvoor en het moet effectief zijn, dan zit je in je benadering alweer in dat moderne aanpak en een maakbare samenleving. En dat is het dus niet. In de schepping leven, zal ik maar zeggen, of in de natuur, is ook accepteren, A, dat jou het leven is gegeven. Daar heb je niet om gevraagd, dat is jou gegeven. Je geeft iets terug. En wat je teruggeeft, geef je niet terug met een betere carrière of maar omdat het waardevol is. En dat vind ik dus, dat is een archaïs iets, dat is zeer, zeer oud. Zo hebben mensen altijd geleefd en dat moet terug op de agenda, wat mij betreft. Nou heb je dus een hele activistische gesprekspartner eventjes, maar dat doe ik met opzet omdat jij vraagt, waar wil je heen? Nou, hier wil ik naartoe. Ja. Dit wil ik beargumenteerd in gesprek brengen. En ik vind het prima als mensen anders denken, maar dit vind ik een essentieel onderwerp wat met bestuurders besproken moet worden. Ja, en ik zou het op willen pakken en ook tegelijkertijd enigszins corrigeren. Oh. Ja, nee, ja, want omdat ik denk namelijk dat Gabriel nam 2 keer het woord ondernemer in de mond. Ik denk dat bij heel wat ondernemers laten we zeggen, sociale aspect heel duidelijk leeft. We hebben in Nederland een lange traditie van midden-kleinbedrijf, ook de kurk van onze economie, wordt wel eens gezegd. Mm. En daar zit ook bij menigeen
durf ik te beweren, een heel duidelijke ervaring van zorg en betrokkenheid ook op hun werknemers en omgeving. Ik zie Gabriel knikken, dat is buiten beeld. Maar, ja. Nee, maar daarom. Dus familiebedrijven bijvoorbeeld in Nederland, ook toch ook heel belangrijk. En daar zie je vaak ook dat familiaire. Dus dat is toch iets van het bedrijf als een gemeenschap. Ja. En dan heb je het al over iets eigenlijk heel fundamenteels. Hè? Kijk je nou naar je organisatie of je bedrijf als een samenstel van individuen die een contract hebben afgesloten, die een dienst leveren waar jij hem voor betaalt, of zeg je nee, ze worden ergens ook lid van een verband, van iets waar ze bij horen, iets waar een zekere loyaliteit is gevraagd. Dus ik... Gabriel gaf de drie H's. Hè, dus de handelaar, de held en de heilige. Ik dacht, nou, ik kan er nog wel een paar bij verzinnen. Maar om dan toch bij de H te blijven. Eén die heel goed in het rijtje past, is de herder. Ja. En de herder is ook een beeld dat Plato gebruikt. Is een staat voor de wachters. Heeft ook met de god Apollo te maken. En de wachters hebben ook een zorgende taak bij uitstek. En moeten dus ook in staat zijn overigens ook om een deel van hun eigen belangen weg te cijferen of op te offeren. Mm-hmm. En in de herder zit ook iets van de langere termijn. Hè? Dus je houdt de en je doet het ook omwille van de kudde. Hè? En niet alleen omwille van jezelf. Dus er zit een soort verbondenheid die denk ik heel helemaal... En wij zeggen, ach, dat is archaïs. We willen toch geen pastorale verhoudingen of paternalistische verhoudingen. En wat zeggen we nu? Wat hoor je? De elite heeft ons verraden. De elite, wat betekent dat? Ze hebben niet voor ons gezorgd. Ja. En er is geen herderlijk instinct meer. Ja. Ja, dus dat is en dat is dus niet iets archaïs. Dat is dus, of het is juist iets archaïs, maar wat dus niet voorbij is. Ja, dat is het. Ja? Waarvan je de leider, daar verwacht je iets van. En sterker nog, je moet met hem meegaan. Hè? Want, en het feit dat, het is ook heel typerend. Ik heb dat in de gezagscrisis ook gezegd. Dat zeggen en horen, hè, dat wat in ons Nederlandse woord gezag zit. Hè, dat is ook luisteren naar. Maar daar zit een hele belangrijke bewegingscategorie in. Namelijk dat je meegaat. En het is niet voor niets dat de gezagscrisis zich momenteel ook openbaart. En dat we spreken over afgehaakte. Dat zijn mensen die eigenlijk niet meer mee willen gaan. Die zeggen van, joh, ga maar lekker. Wij willen niet meer mee. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met dat je dus misschien wel niets meer te zeggen hebt. Of dat wat je te zeggen hebt gewoon niet meer waarachtig is. Dus dat we in een situatie leven waarin inderdaad dat spreken, waar Gabriel het over had. Hè, dat op allerlei tafels eigenlijk is verleerd. Dus dat het spreken en luisteren. Want goed willen spreken betekent ook dat je goed kunt luisteren. Dat je kunt antwoorden. Dat je weet wat daar speelt. He, dus wat wij natuurlijk nu hier aan tafel doen, is al dat ik naar Gabriel luister en denk, hey, wacht even, ik kan weer iets antwoorden. En dat Gabriel weer wat oppikt, of jij. En dat is eigenlijk wat we op een bepaalde manier ook bij die leergangen ergens proberen. He, dus dat je... probeert eigenlijk het gesprek op gang te brengen. Door dingen ook onder woorden te brengen en een taal aan te reiken. Die weerklank vindt. Waardoor mensen zeggen, hey, wacht even, ja, dit herken ik. En dat is belangrijk om mensen inderdaad in beweging te krijgen. En ook om te zorgen dat ze zelf misschien op een andere manier gaan spreken. En ook dus... Gaan nadenken over de situatie waarin ze zich bevinden. We gaan even meteen de daad bij het woord voegen. Ja, dan een correctie op mij, akkoord? Dan heb ik een correctie op jou. Heel goed. Namelijk, die pastorale figuur, hè, dus die leider van de kudde die daarvoor zorgt. Die is zeker niet alleen archaïs, die is aanwezig. En het is doodjammer dat Foucault, die ooit een aanzet heeft gegeven om na te denken op pastorale, maar dat niet heeft vervolgd. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat hij het gewoon te christelijk vond. Denk het ook, ja. En dat is jammer, want het de goede herder is een relevante factor in de westerse geschiedenis. Ja. Maar wij denken er dus nu wel over na. Maar die herder kan twee kanten op. Dat wou ik eventjes als toevoeging aan toevoegen. Namelijk, en dat heeft te maken met democratie en autocratie. Mm.
In het onderzoek wat ik nu doe, Actualiteit van de Gijs, heb ik ook een hoofdstuk over leiderschap. En mijn conclusies daar zijn dat onze omgang met leiderschap of leiders met ons, dat dat fundamenteel ambigu is. In die zin dat er is een vorm van democratisch leiderschap waarbij de leider, de machthebber, zijn verantwoordelijkheden voor die kunnen serieus nemen en probeert te zorgen en allerlei groepen die in de verdrukking zitten recht doet en een zekere gerechtigheid bewerkstelligt. En dat is een elite of een aristocratie die haar verantwoordelijkheden neemt. Noblesse oblige. En ik denk ook dat voor de stabiliteit in de samenleving het fundamenteel is dat mensen die macht hebben, die zullen er altijd zijn, dat die deze verantwoordelijkheid serieus nemen. Maar, nou wordt het, als ze dat langere tijd niet doen, en als de schapen zich dus verwaarloosd voelen, wat gaan ze dan doen? Ja, een paar zullen in de sloot gaan zitten mokken, hoor, daar niet van. Maar een aantal anderen die gaan zeggen, wij willen een betere leider. Liefst een leider die wat krachtdadiger is. Liefst een leider die niet al die praatjes in het parlement, maar die tjak. En dan komt de autocraat in beeld. En het ambivalente is dat, tenminste ik meen te zien, dat in tijden van crisis, als die democratische leiders gewoon hun werk niet doen, dat er dan tig kansen ontstaan voor een ander type leiderschap, wat ook wel degelijk resoneert. Absoluut. Met iets in de kudde die dat willen. Het is niet zo dat autocraten alleen maar aan de macht komen met de militaire coup. Ze kunnen ook aan de macht komen met verkiezingen. Maar wat er dan precies gebeurt, daar zit een soort magie in. Daar heb ik ook iets moeten bijleren. Ik heb dat misschien vroeger onderschat of gedacht dat is voorbij. Dat is absoluut niet voorbij. Dat speelt zich in onze wereld af. En de media helpen daarbij. En daar hebben we ook niet zomaar een antwoord op. Ja, het zou geweldig mooi zijn als de bestuurlijke elite wel die pastorale functie vervult. Maar zolang ze dat niet doet, hebben we dus dit probleem. Ja, absoluut. Dit is natuurlijk ook al in de Griekse oudheid. Kijk, ja. dit is het mooie ook aan filosofie. Hè? Dat heel veel van die vragen die waar we nu mee worstelen, dat die natuurlijk in andere tijden en culturen zich ook hebben voorgenomen. En dat daar fundamenteel over is nagedacht. Betekent niet dat het hetzelfde is, maar dat er iets vergelijkbaars zich aftekent. Ik vind dat zelf ook heel, heel erg bevrijdend op een bepaalde manier. Ook relativerend. De gedachte dat dit nu voor eens en altijd wij unieke. Nee, kijk eens wat in het Romeinse Rijk speelde. Kijk wat in Athene speelde. Kijk wat er wat al bij in de Ilias of de Odyssee speelde. En je kan allerlei thema's ook uit die geschiedenis, uit de westerse cultuurgeschiedenis, maar evenzeer ook daarbuiten. Gabriel is regelmatig met Egypte nog in de weer. Kun je ook zien dat kwesties die nu opspelen ergens ook een soort een verwantschap hebben met wat we eerder hebben gezien. En als je verder dus terugdenkt, kun je ook verder vooruit denken. En dan zie je dat bijvoorbeeld die problematiek rond democratie, die is niet nieuw. Daar hebben de Grieken mee geworsteld. Daar hebben de Romeinen mee geworsteld. Het is niet zo dat wij. Natuurlijk, wij hebben een representatieve democratie, is anders dan de hunne. Maar toch hebben ze nagedacht over echt fundamentele vragen. En dit is er één van. Dus de overgang van democratie naar dictatuur. Is een klassiek motief. En we hebben hem in de 20e eeuw ook gezien met Hitler. Hitler is typisch een voorbeeld van instabiele democratie. Laten we zeggen, één die ervoor heeft gezorgd dat sommigen juist wat minder happig zijn op democratie als de verlossende regeervorm. Plato was zeer sceptisch daarover. Dat had alles te maken met de risico's die daarin schuil gaan. En dan heb je het ook. En dat zie je al ook in de Grieken, eigenlijk al in bijvoorbeeld in de 6e eeuw, al nog voor de democratie, dat de verleiding van een grote man die eens optreedt tegen de perverse elite. Bijvoorbeeld Peisistratos in de 6e eeuw in Athene. Dat is een figuur waarbij je ook een redder zoekt of een herder die inderdaad korte metten gaat maken met de oude, de gevestigde orde, om het zo maar te noemen. En dat is, dat inzicht is al fundamenteel ook nu, of het nou binnen een organisatie als een ziekenhuis of een school is, maar zeker ook bij een overheid,
Je moet ergens als bestuurder sensitief zijn voor dat wat er gaande is. En het eigenlijk al benoemen voordat het tot het bewustzijn doordringt van degene met wie je die je bestuurt. Je moet ze eigenlijk, dus je moet de tekens lezen. Je moet in staat zijn om het eerder te benoemen en er eerder op te acteren. Want als je het ontkent en de kop in wil drukken, dan betekent dat je te laat komt. Hè? En dat is ook iets wat, laten we zeggen, voor het Nederlandse bankwezen of het grootbedrijf geldt. Je kunt bijvoorbeeld heel ontevreden zijn over de verkiezingsuitslag. Schandalige Geert Wilders en de grenzen dicht. Dat kan helemaal niet, want wij hebben onze... En daar kun je over gaan lobbyen. Maar dan moet je goed nadenken van hoe komt het nu dat dit sentiment zo breed leeft? En wat is onze verantwoordelijkheid, ook als groot bedrijf, voor het in balans houden van maatschappelijke omgeving? In plaats van je daar tegen te keren en te zeggen, nou, als dat doorgaat, dan vertrekken we uit Nederland. En want er is een sentiment aan het ontstaan, denk ik, waarin je gaat zien dat die botsing, of die clash tussen volk en elite, dat is niet alleen een politieke vraagstuk. Dat doet zich ook op andere tafels voor. En het is heel belangrijk om daar ook je verantwoordelijkheid te nemen. Ook als niet-politieke elite. Ja, mooi. Ja, we moeten langzaam naar een afronding toe. Ik vond het een mooi gesprek vanuit jullie persoonlijke motivaties om deze school zo op te richten en met de mensen in gesprek te gaan naar toch een interpretatie van de moderne mens als homo economicus en wat kunnen we daar nou tegenover zetten. Wat is dat vrije individu, wat is de vrije mens? En hoe kan de filosofie ons nou op diepere motieven dan alleen maar nuttigheid of alleen maar individuele verlangens brengen? Nou ja, dan kom je op een notie van zorgzaamheid of je komt op een notie van wederkerigheid. Je komt ook op een notie van al in een gemeenschap opgroeien en daar iets aan te danken hebben. En vervolgens vroeg ik me eigenlijk af, ja, hoe komt die filosofie nou op die diepere motieven? Nou ja, daar hebben jullie een aantal mooie voorbeelden van gegeven. Hè? Als je het over rituelen hebt, of je hebt het over zorg, dat christelijke motief dat erin zit. Of je hebt het over allerlei gemeenschapsvormen en verbanden waarin je staat. Ja, en eigenlijk wilde ik afronden met de vraag, inderdaad, hoe staat het er nu voor? Maar die vraag heb jij eigenlijk net al heel mooi beantwoord. Namelijk, de bestuurders van Nederland, de bestuurders van het bedrijfsleven, die zullen die rol op zich moeten pakken om zelf de dingen onder woorden te gaan brengen. En op tijd bij te sturen en te zien wat er speelt en daar ook op te reageren. Niet alleen vanuit een soort dédain, maar vanuit een leiderschap. Is dat een... Ik ben ook wel heel benieuwd wat Gabriel erin zit. Maar je kunt niet meer nu volhouden dat een situatie waarin volgens peilingen bijna een derde van de kiezers zijn voorkeuren uitspreekt voor de PVV. Mm. Dat dit alleen een politieke kwestie is. Dit gaat over een maatschappelijke ontwikkeling waarin allerlei betrokkenen een verantwoordelijkheid hebben. En niet alleen de politieke partijen of de politiek. Nou, laten we daarmee afronden dan, Gabi. En ik denk dat ook een mooi bruggetje is om toch nog heel even concreet te worden over wat er in de filosofische school dit jaar, zeg maar, gebeurt. Maar inderdaad, kun je die lijn ook nog even vanuit jouw perspectief afmaken van de situatie waarin we nu staan? Ik denk dat je al nodig over gezegd hebt. Dat maar. Kan ik proberen natuurlijk. Maar het is onvermijdelijk dat... Kijk, we hebben in de school een vrij liberale agenda. Namelijk, er zijn heel veel visies en posities, heel veel stemmen. En die laten wij ook binnen een bepaalde bandbreedte ook allemaal graag toe. Maar we hebben natuurlijk zelf ook denkbeelden. En als je me dit nu vraagt, en dan is even de vraag, moet ik daarop reageren als oprichter van de filosofische school, dan heb ik daar geen uitgesproken opvatting. Maar als je me persoonlijk vraagt, heb ik daar wel een uitgesproken opvatting over. En ik kies maar voor het laatste. Ja. En die komt ook bij de school voorbij. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dit gesprek wel duidelijk is. Ja. Waarom, ja, nee, waarom... daarom moet je, vroeg of laat moet je je kaart op tafel leggen. Dat vind ik ook. Hè? Anders dan praat je te over procedures. En dat gebeurt al meer dan genoeg. Dus je moet zeggen waar je voor staat. Ik vind dat in het Westen, maar zeker geldt dat ook voor Nederland, de beschaving op het spel staat. Gebruik een groot woord. Hè? Er staat niet zomaar een crisis.
zomaar een politieke crisis vindt dat er beschaving op het spel staat. En dan vraag je natuurlijk, wat is beschaving? Oké, zo kort mogelijk, dat is dat markt, macht en moraal elkaar vinden. Dus die krachten, ondernemers, de markt, bestuurders, machthebbers, moreel bezorgde mensen, dat dat elkaar vindt. Dat het niet uit elkaar gespeeld wordt. Dat dat dus gewoon, het wordt nooit hetzelfde. Hè? Ik bedoel, ik zei al, er zijn geen heiligen. Dus we gaan nooit ondernemers krijgen die de moraal bovenaan staan. Dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Maar dat ze enige verantwoordelijkheid te zeggen, oké, winst en omzet, prima. Maar ook wel aandacht voor wat er in de omgeving aan morele zorg bestaat. Bestuurders, ja, natuurlijk, macht. Maar ook aandacht voor de belangen van de ondernemers. Activisten, A12, vindt allemaal prima. Maar graag ook even letten op wat het betekent voor bedrijven en voor mensen die op een verantwoordelijke positie zitten. Dus het gesprek is niet alleen verbaal. Het gesprek is ook of je elkaar verstaat en begrijpt in de zin van je engagement. Van je praktische engagement. Wat je dag in dag uit aan het doen bent. En of je daar bereid bent en in staat bent om samen de publieke zaak te dienen. Datgene wat, hè, ja, wat er niet zomaar is, maar wat geschapen moet worden, wat tot stand gebracht moet worden. En we zien op dit moment, althans zo zie ik dat, dat die drie dingen uit elkaar drijven. Dat die dus gewoon elkaar het leven steeds moeilijker maken. En dat uit zich concreet vaak in botsingen tussen groepen, tussen mensen, tussen heftige, opgewonden mensen twitteren, mensen elkaar uitschelden, tot in de kamer toe. Maar dat zie ik als het resultaat van een iets groter probleem, namelijk dat we collectief dat niet meer zo doen. En ja, ik heb daar natuurlijk, ik weet helemaal niet hoe dat moet, maar als je zegt van wat zou ik nou willen, dan zou ik willen dat die beschaving, dat niet alleen dat men dat beseft, maar dat men dan ook bij zichzelf te rade gaat, want dat hoort bij beschaving, wat is mijn rol hierin? Mooi. Ja, en ja. Ja, daar wil ik eigenlijk bij aansluiten. Dus dat moment van zelfreflectie of zelfbezinning. Misschien nog wel een mooier Nederlandse woord. Hè? Dus dat je terugkijkt toch ook. Wat is mijn aandeel in deze situatie? Hoe verhoud ik mij tot deze kwestie? Hoe verhoud ik mij tot de natuur of tot het lichaam of tot mijn medemens? Hè? Om maar even die dimensies te noemen. Hoe ziet dat er elders uit? Kun je het gesprek hebben met iemand uit Afrika, uit Rusland, uit China? Ik bedoel, als iets duidelijk is, dan wat mij betreft, is dat het Westen sinds de jaren 80, 90 ook de kunst van het gesprek in de vorm van de diplomatie en gewoon de openheid ook voor het andere. Er is de filosofie zoveel toe opgeroepen, ironisch genoeg. En het lijkt in de praktijk eigenlijk steeds maar lastiger te worden. En ik denk dat het voor de toekomst inderdaad heel belangrijk is dat gebeurt. En dat wat daarbij hoort is ook, als je het hebt over een misschien zelfbesef. Ook een thematiek wat bijvoorbeeld in het denken van Latour tevoorschijn komt. Toch een reflectie op onze eigen rationaliteit en op de grenzen daarvan, eigenlijk wel Kant al op bepaalde manieren op heeft gewezen. Mm-hmm. Dus ook hoe de manier waarop wij niet alleen over onszelf, maar ook over de natuur of over de kosmos spreken, eigenlijk zijn eigen blinde vlekken genereert. En dat kunnen we ons eigenlijk niet meer permitteren. We zitten in een stadium dat die blindheid zo'n fatale vorm begint aan te nemen. En ik denk dat of het nu gaat over de ontwikkeling van onze wetenschap, de kunstmatige intelligentie, de technologie en de rationaliteit in die technologie en hoe we daarmee omgaan. Nou, het was ook natuurlijk een thema in jouw gesprek met Lokke Morel. Maar ook binnen onze leergang heel belangrijk. Want die rol van wetenschap, ook bij Gabriel vaak, ook de herwaardering van andere vormen van kennis. Dan alleen maar die wetenschappelijke rationele, die wel heel belangrijk is, maar niet alles afdekt. En zeker niet waar het gaat om specifieke vormen die juist in het praktische leven heel, heel belangrijk zijn. Nou, en die thematiek, om die met elkaar ook bij bestuurders op de agenda te krijgen, is denk ik heel belangrijk. Ook om die soort toch wel, ja,
soms zelfgenoegzame vorm van rationaliteit of een beroep doen op ja, commissies of de wetenschap of de, zonder dat je eigenlijk voldoende de morele of levensbeschouwelijke dimensie daarin mee hebt genomen. Ja, dat is denk ik van het grootste belang. Waarbij overigens volstrekt niet anti-wetenschappelijk zijn, hè? Juist niet. Maar wel om toch demarcatie, dat je het domein onderkent en ziet dat er zogezegd een meer in het leven speelt. En dat het nu van het grootste belang is ook om dat mee te nemen. Mooi, we moeten daarmee afsluiten, heren. Ik vond het een genoegen om jullie jullie zicht op een aantal van de belangrijke thema's die in de afgelopen gesprekken aan bod zijn geweest, om die te horen. Mocht u nou, net als ik, er altijd toch ook een bepaalde troost aan ontlenen om dingen onder woorden te kunnen brengen en daar ook door toe geenthousiasmeerd zijn. Kijk dan vooral op de website van de Filosofische School. U kunt daar, als u serieus interesse hebt, vindt daar vaak een persoonlijke intake plaats. Dat is redelijk vrijblijvend, geloof ik. Als ik dan toch even gewoon mensen concreet de weg mag wijzen. Heren, voor nu en wat mij betreft voor nog eens, hartelijk dank. En u allen bedankt voor het meedenken, meeluisteren, meekijken. Tot ziens.